De eerste burgemeester die we erbij gaan halen, die hier wel is, dat is de burgemeester van Wachtebeek. Hè. Dat is Rudy van Kronenburg. Dag meneer de burgemeester, goedemiddag. Ga zitten, kom gerust wat dichter bij me zitten. Ik zie al een heel bekend voorwerp, ken ik inderdaad uit Wachtebeek, maar ik ga het u laten vertellen. U mag de gemeente een beetje voorstellen. Doet u het graag in het dialect? Ik wil dat gerust doen. Doe maar, Wabix. Graag. Ja. Zullen we dat zeker in het algemeen beschouwd Wabix doen? Dat is een safarken. En safarken dat bestaat al van 1880, want in de 19e eeuw was dat zo, dus dat de mensen veel limonade te drinken, dat ze dat moesten sprankelend houden en fris. En daarmee is er zo'n kogel ingestoken en dat sluit af, zodat de spiriten blijft erin zitten. Dus dat is in België dan ingevoerd door meneer Safar. En die heeft dat dus ook bij ons in Wachtebeek binnengebracht. En sedert 41 jaar, dat is van die jaar de 41ste keer, dat wij een safarkensmarkt organiseren, een ambachtsmarkt. En er staat als symbool, en dat heeft gevolgen gehad, wat ook als cultuurhuis noemt, cultuurhuis safarken. Er zijn winkels die dat safarken noemen, dus dat is wel enigszins het symbool van Wachtebeek, moet ik zeggen. Oké, mooi. U heeft nog iets meegebracht, of is dat ja. een beetje... Lectuur of iets over zeggen, info ja. dat u achter de hand wil houden. Oké, goed. Meneer de burgemeester, we gaan het eens hebben. Eerst en vooral eens terugblikken op de voorbije legislatuur. Want ja over een paar maanden zijn het opnieuw verkiezingen. Laten we met het positieve beginnen. Waar bent u zelf het meeste trots op als u terugkijkt op die legislatuur, op een verwezenlijking? Dat is gemakkelijk. Ik kan een heleboel dingen opnoemen, dorpskernvernieuwing, allerhande grote werken dan uitgevoerd zijn, daar ben ik inderdaad trots op. Maar als dat 2 jaar uitgevoerd is, zijn de mensen dat al vergeten, want het is normaal, het ligt allemaal goed en dat is logisch. En dat hoort ook zo dat dat logisch gevonden wordt. Maar waar ik het meeste trots op zijn, dat we ingezet hebben op communicatie, de mensen overal bij betrekken. We hebben 19 adviesraden op het moment dat we opgericht hebben voor de mensen overal inspraak te geven in het gebeuren. We hebben dus 5 wijk platforms opgericht waar de mensen zelf geld voor krijgen voor hun eigen wijk dingen te ontplooien en dat werkt. Niemand had dat geloofd, maar dat werkt. Als de mensen zelf kansen krijgen en helft middelen krijgen, doen ze het. Ze maken plannen klaar. Ze zeggen van kijk, en dat is noods, leggen wij nog zelf wat geld bij en die vrijwilligers, we doen het. En dat is het doel, denk ik, daar ben ik het meeste trots op. En daarnaast natuurlijk de warme spirit, we zijn de warmste gemeente van deze planeet en omstreken, dat is nu wel bewezen met de warmste week. En dat is heel duidelijk. Dat een gemeente, een hoogtepunt een gemeente voor u. Van 7600 inwoners en we halen daar 11,3 euro per inwoner op. Dat is een wereldrecord. Hè. Dus dat moet echt wel in de boek van de Guinness boek terechtkomen. Dat verdienen we en dat verdienen onze inwoners. Ik heb er traantjes voor gelaten. Ik vond dat zo'n moment. Zo'n moment. Van die jaar komen we terug en je gaat zien. Nu waren we de warmste. Dat ligt al vast, het komt einde terug. Van het jaar worden we de heetste gemeente van deze planeet. Ja. Oké, okay, goed. Ik kijk er al naar uit op een bepaald moment. Ja. Maar het kan natuurlijk niet allemaal lukken. Hè. Nee, laten nee. we nu over positieve dingen. Ja. Wat is er bijvoorbeeld niet gelukt wat u graag, of wat dat u beloofd had, dat zeker gerealiseerd zou worden? Ja, van ons programma dat we in 2013 gepresenteerd hebben, de mensen zijn ongeveer 90% gerealiseerd. Dus er is niet veel dat nog niet uitgevoerd. Er zijn dingen die nog in bezig zijn en nog niet af zijn, die tegen het einde van de legislatuur niet zullen uitgevoerd zijn. Maar ze zijn bezig, dus dat kunnen we niet zeggen. Maar het meeste wat mij ergert is dat het allemaal zo traag gaat. Mm-hmm. Ik zweer daar opnieuw op de administratie steken of wat dan ook, maar al wat je begint, moet je rekenen dat je 5 jaar bezig bent vooraleer dat realisatie ziet. En ik ben niet meer 21, ik ben iets 22, moet ik zeggen. Dus dat duurt allemaal, en je wilt dat snel gerealiseerd zijn, dat er vooruitgang is. En dat maakt ons dat een frustratie is dat mee zit. Van waarom kan dat niet wat sneller? En dus, we hopen dat we dat nog een tijdje verder doen en dat we dan nog echt wat realisaties kunnen verder bekijken. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Is de frustratie zo groot dat u zegt van, voor mij hoeft dat die burgemeester Sjerp niet meer? Nee, alle dagen ondervinden dat mensen mij aanspreken, hoe bezig moet, hoe bezig te vuren. Dus, heb ik veel Gentenaars in Wachtebeek. Dus u gaat voor een volgende termijn? Ja, inderdaad, ja. Ja. En wat zou dan in die nieuwe legislatuur ervan uitgaan dat u opnieuw burgemeester wordt? Wat wilt u dan zeker daar verwezenlijken? Ja, weer een aantal grote prestaties. Nog de laatste fase van de dorpskernvernieuwing. Fietspadenbeleid. Dus we zijn nu, dit jaar komt er nog een fietspad op de spoorwegbedding naar Zelzaten. Dat is de N449 tussen Zaffelaren en Zelzaten. Komt er ook een dubbel fietspad. Dus we zetten wel echt voor de mobiliteit, voor de zwakke weggebruikers. Dat is een belangrijke prioriteit. Maar dan ook de sociale cohesie willen we nog echt wat verder zetten. Hoeveel mensen zien we niet? Ik ga er veel op huis bezoeken, ook bij mensen van 80, 90 jaar, die dan in een huisje zitten, totaal verlaten, geen familie meer zien of niemand op bezoek krijgen. Wel,
Wilmaswijkplatform van die dus echt er aandacht aan besteden, wat ze bij die mensen langs gaan. Vindt het daar moet een boodschappen doen, moet ik in dat dorp voeren. En daar dat ze echt wel weer betrokken worden bij onze maatschappij, want iedereen moet meetellen. Niet alleen de die dan in het centrum wonen, niet alleen de mensen die al werken, maar al de anderen moeten ook betrokken worden. Ja, u zegt iedereen moet erbij betrokken worden. En u zei het eerder ook al van inspraak en participatie is belangrijk. Dat hebben we ook binnengekregen van enkele van uw inwoners. Maar ze voegen er wel aan toe. Inspraak en participatie, heel goed. Maar op het einde van de rit zijn heel wat geplande zaken nog niet doorgevoerd. Hoe komt dat? Ik zou niet weten waar het dan op gedoeld wordt, maar ik zeg het juist, ja, maar 90%... Je hebt geen eigen container. Dus daar mag dat je mee. Mm-hmm. En dus dat is voor dit jaar, wat we in 2017 allemaal gerealiseerd hebben, dat doen we alle jaren, zo'n brochure uitgeven. Het zijn ondertussen 64 pagina's van 2017. Ja, maar een eigen containerpark zit er bijvoorbeeld niet in. Nee, dat zit er niet meer in. Waarom dat zit er niet meer in. Want dat was blijkbaar wel een vraag. We behoren tot een intercommunale IDM, dus dat is het dorp in Moervaart. Daar is Moerbeek bij, daar is Zeele bij, daar is Saldaten bij, daar is Locristi bij, daar is Lokrum bij, daar is ja, Zeele. Ik heb 6 gemeenten zijn met totaal. En dus dat wordt geopteerd van de mensen allemaal naar alle containerparken te kunnen laten gaan. De ene mensen van Wachtbeek wonen dichter bij Moerbeek, de andere wonen dichter bij Locristi, de andere wonen dichter bij Zalzaten. Dus het is allemaal niet zo ver die afstand en dat ze dus naar de dichte plaats kunnen gaan. Dus liever dan een containerpark hebben we beperkte mogelijkheden op onze eigen gemeente, dan we zeggen, laat alle fracties laten aanvoeren waar je dichtstbij kunt. En dat zal gerealiseerd worden. Daar zijn we volop mee bezig. Maar voorlopig sturen we onze mensen naar Zalzaten, dat is 4 kilometer. Ja, maar dus voorlopig geen eigen containerpark? Nee, dat gaan we ook niet doen. Dat gaan we ook niet meer doen. Dus dat gaat niet over de pot draaien. Dat doen we niet. Dat doen jullie niet. Oké, dat is duidelijk. De burgemeester, ja, een volle trommel. U mag ze er ook uithalen als u de onderste wil. Nee, zoals mijn collega er net heeft gedaan. Maakt niet uit. Dat zijn misschien iets moeilijker vragen. Leukere vragen, weet ik niet. In ieder geval, we beginnen met het dilemma. En het dilemma is gek doen of stil zijn. Ja, ik ben alle dagen al zo gek als een mus, dus dat zal zeker zijn. Met een gekke burgemeester zijn de inwoners? Ja? Ja, dat is waar, dat klopt. Knettergek. In welke zin? Nee, ik bekijk alles aan de positieve kant. Ik kan me niks feitelijk echt aan de negatieve down krijgen, dat lukt niet. Dus ik blijf springen het veld. Positief ingesteld. Een wild konijn, en dat kunnen niet temmen. Dus, een wild konijn, oké, goed. Genoteerd. Hebben burgemeesters ook fans? En daar bedoel ik mee, moet u soms handtekeningen uitdelen. Is dat al gebeurd? Ja, dat is... Ja. Of gebeurt dat veel? Het gebeurt, ja. Ja? Nogal. Ja. Kussen, vooral kussen. Onverbiddelijke zoenen noemen ze mij in Wachtebeek, dus ja. U bent niet alleen burgemeester, maar de charmeur van de gemeente. Ik ben de burgervader, zeg ik. Burgervader, oké. Okay. En u neemt dat letterlijk op? Ja, inderdaad. Oké, okay, goed. Laatste vraag voor u. Wat is het eerste wat u doet als u thuis komt? Na een dagwerk. Even in mijn zetel gaan zitten. Dat duurt niet lang, maar achter 5 minuten ben ik al beu. Dan wil ik weer van alles beginnen doen. Ik kan echt niet stilzitten. Als ik ooit een keer op pensioen ga gaan, dan ja, dat gaat niks voor mij zijn. Dat weet ik al. Ik ga moeten blijven werken, denk ik. Ja, dus je denkt niet aan dat pensioen? Nee, nee. Oké, goed. Voilà, de vragen zitten erop. Burgemeester van Wachtbeke, Rudy van Kronenburg. Dank u wel. Graag gedaan.